Ik ben serieus een beetje onder de indruk van Milo. Ik ben geïntimideerd door die gozer. En dan kunnen wij doorlopen naar Milo. Ja hoor, daar staan we voor de deur. Yo, Nintendo fans. Vandaag gaat het gebeuren. De eerste battle met een gymleader in deze Nuzlocke Challenge. En het is de grasgym natuurlijk van Milo. Ik ben serieus een beetje bang. Echt oprecht, want ik heb amper goede counters. En ik wil niet dat er een Pokémon down gaat. Want als er een Pokémon down gaat, dan is hij dood. En dan mogen we hem nooit meer gebruiken in deze challenge. Oh, Milo. Daar is hij. Ga jij ervoor zorgen dat iemand hieronder in het vakje van RIP komt te staan of niet? Het ziet er zo aardig uit, hè? Het lijkt zo'n vriendelijke boer, die Milo. Maar, durf een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je dit een vette video vindt. Maar vooral een blauw duimpje omhoog als je hoopt dat we geen Pokémon verliezen. Daar gaan we, jongens. We draaien ons om. We gaan tegenover elkaar staan. Hij heeft natuurlijk maar 2 Pokémon. Maar op het moment dat hij gaat Dynamaxen, dan raak ik een beetje bang. Hij begint met Gossifleur. Misschien had ik beter niet met Stunky kunnen beginnen. Misschien had ik Stunky pas in moeten zetten op het moment dat hij gaat Dynamaxen. Of moeten wij nu alvast Dynamaxen? Ik denk dat ik moet proberen misschien wel om in de tweede beurt te gaan Dynamaxen. Ja, want anders heb ik 3 beurten nodig waarschijnlijk om Gossifleur te verslaan. Wat gaat Gossifleur doen? Gossifleur doet Magical Leaf. Dat doet niet zo heel veel damage. Nou, weet je wat? Ik ga het erop gokken. Als jij toch niet zo heel veel damage doet op mij. Ja! Oké, dit scheelt weer, jongens. Dit scheelt weer. Gossifleur is nu al down. Lekker bezig, Stunky. Nou hoop ik dat Stunky genoeg tank is om Eldegoss te kunnen weerstaan. We gaan niet switchen. Ik heb tot nu toe nog maar 7 HP damage gepakt, dus dat is echt niet zo heel veel. Het mooie aan deze move Acid Spray is wel dat ik natuurlijk zijn special defense naar beneden breng. Maar ik moet Dynamaxen. Ik denk namelijk dat ik een probleem heb als ik dit niet doe. Als ik niet Dynamax, dan gaat hij mij misschien wel slopen. Ik weet niet wat voor moves hij allemaal heeft. Dat maakt het zo moeilijk. We zijn wel sneller, jongens. We zijn sneller, dus dat is echt heel fijn. En met de move Max Ooze boosten we onze special attack ook. Dus dat is ook wel nice. We hebben in totaal 82 HP. 10 daarvan is weg. We hebben dus eigenlijk 72 HP. En Milo gaat ook Dynamaxen. Ah, Stunky. Let's do this. Daar komt hij, jongens. G-Max Eldegoss. Daar is die. Level 20. Wij zijn sneller. Dat is een groot voordeel. Ik wist echt niet dat Stunky zo snel was, jongens. Ik dacht dat het echt een trage Pokémon was. Maar dat valt dus echt nog wel mee. Wij doen Max Ooze. Kijk hoe weinig damage hij doet. Zien jullie het? Hij doet echt weinig damage. Hij is super effective, maar hij doet weinig damage. Wat gaat hij doen? Max Strike. Dat is denk ik een fighting type move. Ik kan er eentje overleven, denk ik. Een tweede wordt lastig. Mijn speed is wel naar beneden nu. Ja, en nu is Eldegoss sneller. En die doet dus Max Strike nu nog een keer. Ik overleef dit maar net, jongens. Ik hou 8 HP over. Ah, paniek. Alsjeblieft, niet down gaan, Stunky. Niet down gaan. Max Ooze nog een keer op zijn bakkes. Oké, dat betekent dat mijn Stunky down gaat als ik hem geen item geef. Ik moet hem nu een super potion geven, jongens. Anders is hij kapot. Maar misschien gaat hij alsnog kapot. Ik weet het niet, ik weet het niet. Welke Dynamax move ga je nu doen? Alsjeblieft, spaar mijn Stunky. Hij doet Max Overgrowth. Oké. Die is verrassend. Die had ik niet verwacht. Die is namelijk not very effective. Maar daarmee hield hij zichzelf natuurlijk wel. Maar hij hield mij volgens mij ook een beetje hiermee. Dus eigenlijk ben ik hier volgens mij mee in het voordeel. Ja, kijk, hij hield mij hier ook een klein beetje mee. 3 HP is niet veel. En we zijn klaar met Dynamaxen. Nu hebben we een groot voordeel. Dat mijn special attack flink geboost is. Ik heb het gevoel dat ik dit zou kunnen gaan winnen. Hij is natuurlijk nog steeds sneller. Hij doet Leafage. Die is not very effective. Ja, ja. Gaan we dit gewoon overleven met alle Pokémon? Acid Spray? Oef. Ja, je zou zeggen dat dit wel moet lukken met de halve HP bar nog over. Hij doet weer Leafage. Ja, Leafage gaan we sowieso overleven. Ik weet niet wat voor moves je nog meer hebt, maar Leafage gaan we overleven. En met Acid Spray is het klaar. Yes! En zijn er geen Pokémon dood? Er zijn nog geen Pokémon dood. Stunky, je bent in hel. Doe een duimpje omhoog voor Stunky. Wat een baas. Kijk eens, level 20 is die nu. Benelby level 19. En Slowpoke ook level 20. Kijk die speed van Stunky. 35 speed al. Wat? Haha!
Ja, 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 ja. De eerste gym badge is binnen, jongens. Ik denk niet dat wij alle gyms gaan overleven zonder Pokémon te verliezen. Volgens mij gaat dat echt niet lukken. Maar bij Milo is het wel gelukt. We hebben de eerste badge. Hij heeft natuurlijk ook maar 2 Pokémon, dus dat scheelt ook heel erg. Ik heb hier Fighting Move gevonden. Fighting TM, Brutal Swing. Dus even kijken of ik een van mijn Pokémon Brutal Swing kan leren. Ook al niet. In de vorige aflevering kreeg ik Pin Missile, een Bug-type move. Die kon ik ook aan geen van mijn Pokémon leren. Ik krijg waardeloze TM's voor mijn Pokémon. Oké, we moeten door. En volgens mij gaan we hier een duo battle krijgen op route 5. Hier mogen we natuurlijk weer een nieuwe Pokémon vangen. Ja, en nou weet ik echt niet meer welke Pokémon deze trainers hebben. Oh, dit wordt spannend. Dit wordt spannend. Misschien is dit nog wel spannender dan de battle met Milo. Duo battles zijn heel vervelend. Want op het moment dat zij allebei samen op één van jouw Pokémon gaan, dan kan je zomaar in één keer een probleem hebben. Helioptaal en Klink. Ik ben benieuwd wat dit gaat brengen. Ik doe in ieder geval Razor Leaf, want dan raak ik ze allebei. Oh, Helioptaal was in één keer neer. Gelukkig. Gelukkig. Nu krijg ik in ieder geval niet 2 aanvallen op mijn pakkers. Meowth gaat al lekker naar level 19. En dan kan Slowpoke ook nog even Confusion doen op deze Klink. Dat is natuurlijk not very effective. Ja, Steel-type Pokémon zijn gewoon lastig, jongens. Hij doet Charge Beam. Dat ziet er pijnlijk uit, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Oh, ze hebben allebei ook maar 1 Pokémon. Oh, joh. Nou, dan hoef ik me eigenlijk helemaal niet heel erg zorgen te maken. Maar op het moment dat zij dus meer Pokémon hebben... Ja, oef. Dan hou ik mijn hart vast. Ik probeer nu even Water Pulse met Slowpoke. Eens even kijken wat dat doet. Ja, dat sloopt die Klink. Oké. Nice, nice. Ik ben weer tevreden over deze battle. Dit ging toch wel soepeler dan verwacht. En dan zijn we dus op een nieuwe route waar we nieuwe Pokémon kunnen gaan vangen. En dat moet dan een... ja, dat moet een Stuffle zijn. Ja. Nou, oké. Een Stuffle, jongens, kan wel een ideale vervanging zijn eigenlijk voor Wooloo. Misschien dat Stuffle en Beware uiteindelijk ook wel beter zijn dan Wooloo. Ik denk trouwens dat ik even moet wisselen naar Slowpoke. Want Stuffle heeft natuurlijk ook Fighting-type moves, hè. Daar moet je altijd voor oppassen als je een Normal-type Pokémon eruit gooit. Oké, let's go for Water Pulse. Oeh, Stuffle gaat voor Payback. Die is ook super effective. Oh, dit is wel een beetje vervelend. Misschien is Stuffle toch wel een goede pick eigenlijk. Pick in het Engels. Stuffle? Ik weet het niet. Ik ben misschien toch wel een klein beetje onder de indruk van deze Stuffle. Ja, hij gaat lastig doen tegen mijn Slowpoke. Oh my gosh. Daar ging Slowpoke bijna. Ik schrok me kapot, jongens. Stuffle, dit is niet oké. Ik weet niet hoe goed jij bent. Hij gaat nu voor Payback op mijn Thwackie. Ik vind het veel te spannend. Kom maar gewoon in mijn Great Ball. Kom maar, Stuffle. Niet te moeilijk doen. Kom maar gewoon even in mijn team. Ja, top. Lekker. Oké. En nu? Gaan wij Stuffle in het team doen? Dat is natuurlijk de vraag, terwijl Wooloo ook naar level 20 gaat. Een Normal en een Fighting Type. Ja, doordat je een Fighting Type bent, ben je ook gelijk weak tegen Flying. En tegen Psychic en tegen Fairy. Dit is wel weer echt een hele goede backup Pokémon, jongens. Voor als Wooloo down gaat, dan moeten we denk ik Stuffle gaan gebruiken. Ik wil wel even naar zijn Summary kijken. Kijk die attack. Die attack van 39 is wel sick, hoor. Hij heeft wel echt een waardeloze ability trouwens. Kluts. Daarmee kan hij geen held items gebruiken. Waarom zou je dat willen? Kijk, hij is wel een stukje beter hoor dan Wooloo volgens mij. Special Defense 29 en Defense 25. We kunnen hem ook doen in de plaats van Benelby. Maar die gaat bijna evolueren. Ik ga iets doen wat ik nooit had verwacht. Nooit. Wooloo gaat uit mijn team voor Stuffle. Nee, Wooloo is weg. Ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren, jongens. Nooit. Maar het is gebeurd. Oh. Ik kan niet hier... Ja, ik kan hier wel natuurlijk. Wou net zeggen, ik kan hier toch naartoe, want hier ligt een item. Werd ik bijna hier gepakt. Oh, dan word ik alsnog gepakt door de Slurlix. Ja, dat is sowieso niet chill. Daar moet ik hem niet tegen laten battelen. Maar hey, laten we Stuffle gewoon even uit gaan proberen. Hier kan je trouwens een Toxel krijgen. Maar die ga ik niet gebruiken, want die is pas level 5. Dus die moeten we heel erg gaan trainen. Pokémon Breeder Adrian. Ja, die heeft dus ook een Stuffle. Stuffle versus Stuffle. Nou... Dan kunnen we hem lekker testen, maar niet eens. We kunnen wel even kijken hoe goed die aanval is. Want ja, die aanval is toch wel lekker, hoor. 39 heeft hij maar liefst al op attack. Dat is echt heel hoog voor een level 20 Pokémon. Ik vind het trouwens echt grappig. Hij heeft zo'n kaartje aan zijn kont hangen. Zie je dat kaartje? Net een knuffeltje. Lekker bezig, Stuffle. Maak hem kapot. Nice. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie vinden, jongens. Laat even weten in de reactie of jullie team Stuffle zijn.
Of Team Bulu. Nu moeten we tegen een Ralts. Dan moeten we sowieso even wisselen. Dus ik switch maar even naar Meowth. Hoppakee. En die maakt hem helemaal kapot. Cutiefly gaat voor Sweet Sand. En ik ga voor Metal Claw. En hoppakee. Oh, die Meowth is wel lekker hoor. Die Meowth is wel lekker. Hele fijne toevoeging aan het team. Als we dit team gewoon een beetje kunnen houden. Ja, dan krijg ik wel vertrouwen in die Nuzlocke Challenge. Dan nu. Minchino. Het is wel een beetje balen dat Stuffle nog geen Fighting Type moves kent. Ik denk dat dat hem juist sterk gaat maken. Op het moment dat we Fighting Type moves kennen. En dan dus die Attack Power van 39. Ik denk dat dat echt een super chille combi is. Kijk, met Strength gaat het gewoon al super hard. Hoppakee, Minchino is in één keer weg. Ja, dan lijkt het toch wel de betere keus ten opzichte van Wulu. Misschien vragen jullie je ook af waarom ik Benelby nog in mijn team heb. Nou, die is natuurlijk een ground-type type op het moment dat hij evolueert in een Diggersby. En dat kan nog wel eens van pas komen in deze challenge. Steenie! Ik vind Steenie echt wel een leuke Pokémon. Ik heb altijd wel een zwak gehad voor Steenie. Maar je moet niet te gek gaan doen, hè, nu met je plain ice. Je moet het niet te bond maken nu, hè. Nu is het gewoon klaar. Hoppakee, nog een acid spray erop en dan is het al klaar met die Steenie. Slowpoke en Stunky allebei door naar leveltje 21. En Stunky wil nu Venoshock leren. Ja, die is nog sterker dan acid spray. Alleen met acid spray dan ga ik dus altijd die special defense naar beneden brengen. En dat is ook wel iets wat je wil. Laat ik dan voor nu Smokescreen maar even weghalen. Maar Venoshock die doet nog meer damage als de tegenstander gepoisoned is. Dus dit kan echt wel een lekkere combi gaan worden hoor. En Slowpoke die wil nu Headbutt leren. Dat is nice, want zijn normale attack is hoger dan zijn special attack. Dus ik moet zoveel mogelijk normale attacks gaan krijgen. Maar welke gaan we dan weghalen? Ik denk dat ik dan toch Disable ga weghalen. Want Yawn die wil ik ook houden, want daarmee kan ik de tegenstander in slaap sussen. Dan hebben we hier nog een Chef. Volgens mij heeft deze een apple in. Oké, dan gaan we eerst gewoon voor acid spray. Bam! Dan gaan we daarna eens even kijken hoe de Venoshock eruit ziet. Bam, nog meer poison op je bakkes. Hey, en Meowth gaat al naar level 20. Benelby ook bijna. En eigenlijk zou ik Benelby nog wel even willen laten evolueren. Oh, dat kan als ik toevallig kijk tegen een Nuzleaf aanloop. De naam Nuzlocke komt gewoon van deze Pokémon vandaan. Wat leuk dat we jou tegen het lijf lopen, Nuzleaf. Ik hoop wel dat je even normaal gaat doen tegen mij. Met je Astonish. Ja, dat deed volgens mij letterlijk 1 HP damage. Yo, Nuzleaf. Sorry, man. Sorry dat ik de Pokémon moet slopen waar deze naam vandaan komt. De Nuzlocke Challenge. Ja, hij is toch kapot. En Benelby gaat nu naar leveltje 20. En dat betekent Evolution Time. Ik heb Benelby nog heel erg weinig gebruikt. Eigenlijk bijna niet. Omdat ik denk dat hij nu nog niet super sterk is. Maar nu hij een Diggersby is geworden, wordt het wel al een redelijk tank Pokémon. Kijk hem ook met zijn handen zo. Ik sta hier gewoon lekker chill. En ze staat... En zijn oren zijn ook opeens in armen getransformeerd. What? Diggersby, een normal en een ground-type Pokémon dus. Kijk, en die defense is wel lekker hoor van Diggersby. 41 defense, special defense 39. En de speed ook 41. Dus je hoeft er niet van uit te gaan dat Diggersby zomaar opeens down gaat. En dat is op zich wel een lekkere geruststelling. Oh, die Drifloon had ook leuk geweest, man. Als we als een Drifloon tegen waren gekomen. Maar ja, helaas. Ja, en nu gaat er een spannend battletje aankomen. Namelijk tegen Team Yell. En nu heb ik Diggersby op de eerste plek gezet. Nou, we krijgen hierna trouwens een fiets als dit lukt. Is dit dan ook een duo battle? Nee, dit lijkt op een 1v1. Tegen Zigzagoon. En hier is die jongens, onze kerstverse aanwinst. Diggersby. Diggersby kent double kick, wat super effective is. Oh, en hij heeft maar 1 kick nodig om Zigzagoon te slopen. En dit is dus waarom ik Benelby in mijn team heb gehouden, jongens. Wat? OP, jongen. OP. Overpowered Diggersby. Kijken of hij dat ook tegen een Tevil kan. Hier, double kickie. Oké, daar hebben we iets meer kracht voor nodig. Daar hebben we 2 beurten voor nodig. Nickit, die heb ik dus uit mijn team gehaald. Hij doet nu beat-up. Helemaal geen probleem. Maar Nickit, die heb ik dus uit mijn team gehaald. Want die had echt zo'n lage defense. Daar kon ik echt niks mee. En ik denk dat dat de goede keuze is geweest, jongens. Dan had hij waarschijnlijk nu al geëvolueerd in een Thievul. Maar toch, die defense zou altijd laag blijven. Ja, lekker dit, man, Diggersby. Holy crap. Stuffle gaat naar level 21. En de eerste Team Yell boy, is down. Oh, en die begint met een Sableye. Die is dark en ghost. Ik heb dus een vermoeden dat ik hem dan niet kan raken met double kick. Of misschien ook wel. Ik weet het niet. Ik twijfel. Maar dit zou voor iets meer problemen kunnen gaan zorgen misschien wel. Hij doet nu disable. Wat inhoudt dat ik mijn mudshot niet meer kan gaan gebruiken. Deze move heb ik dus net weggehaald. Bij Slowpoke was dat. Ik ga gewoon double kick proberen. Nee, dat lukt dus inderdaad niet. Hij doet nu scratch. Dat gaat niet heel veel damage doen op mij. Oh, ik kan hem ook niet raken met normal type moves natuurlijk.
Oh, dit is een probleem. Ik denk dat ik moet switchen, want ik kan hem nu letterlijk niet meer raken. Maar hey, als je ziet hoeveel klappen Dickers wie kan krijgen, ik ben er blij mee hoor. Ik heb geswitcht naar Thwacky. Die mag even af gaan rekenen dan met Sableye. Met een Razor Leaf. Oeh, hij houdt 1 HP over. Sableye doet Astonish. Dat doet mij niet heel veel pijn. En dan geef ik hem even zo een poke, gewoon. Een poke, poke, poke op je bakkes met mijn stokkie. En dan is het klaar met Sableye. Doei meneer. Je moet deze dokter niet zo lastig vallen. Want dan is er altijd wel een Rikachu in de buurt die jou even op je neus tikt. Hoppakee, we hebben de fiets. En als we op de fiets stappen en een klein beetje doorrijden, dan staat daar straks Hop. En Hop gaan we battelen in de volgende aflevering. Ze hebben het allemaal overleefd. Mijn Pokémon hebben het allemaal overleefd. Hoe bizar. En we gaan supergoed tot nu toe doen. Blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!